Toen het ochtend werd, stapten ze weer in de boot. Nu ging het wat vlugger, want het ijs was weggedreven. Maar het raadsel van die onbemande botters was niet opgelost. En een paar dagen later gingen ze opnieuw richting de botters. Ze wilden die BU-4 aan wal krijgen. En dat was vlugger gezegd dan gedaan, want er was nog ijs genoeg. Hun boot bonden ze achter de botter en de zeilen werden gehezen en zeilen maar. Urk bleek niet haalbaar. Versperd door het ijs en zo kwamen ze in de Schokkerhaven. En we zijn nu weer terug bij de mannen van de Bunschoter botters. Die liepen en liepen en plots, wat was dat? Water! Eromheen weer water. Dat viel tegen. En ze hadden dorst. Ze namen maar wat sneeuw in de mond. Inmiddels hadden ze 4 uur gelopen. Ze waren niet veel opgeschoten. Vermoeid, honger. Ze liepen nu inmiddels al 9 uur. Ze moesten hier overnachten. Op het ijs. Want terug naar de botters kon niet meer. En het was ook nog eens mistig. Maar je kon niet lang blijven zitten op het ijs, want dan vroor je dood. Heen en weer bewegen, wakker blijven. De dag brak aan. 4 uur, het was inmiddels het 7-voudige geworden. Geen land in zicht. Weer een strook water, maar 1 meter breed. Hier kunnen we overheen springen. Dat zal vast wel lukken, we gaan niet meer omlopen. 5 van de 6 sprongen er overheen. Maar de oudste Hendrikus, die moest nog. Hij nam een aanloop, maar het ging mis. Hij sprong in het water. En hij kon dan net zijn armen op het ijs houden. En de uitgeputte Hendrikus had de moed niet laten varen en zei, jongens, laat maar los, laat mij hier maar zakken. Ik red het niet meer. Ja, je raakt in zo'n situatie ver heen. Trekken, jongens, trekken. We laten het niet meer zitten. En ze trokken hem op het ijs. Het was bitter koud. Gauw zijn kleren uitgedaan en wat anders aangetrokken van anderen. En lopen maar weer. Met Hendrik de rest van de reis in zijn onderbroek. Vader had trombose aan zijn been gehad. Dat been was stijf en dik en daarom was hij het zat. Ik zei tegen vader, blijf dan hier op het ijs, dan maken we zonder jou de verdere reis. Bereiken we de wal, dan zullen we zonder dralen al ons best doen om jou op te halen. Toen we verder wilden gaan, is hij toch weer opgestaan en met ons meegegaan. We liepen nu weer over slecht ijs. De overkant was weer te zien, gescheiden door een gracht van 1 meter of 10. Dat bleef zo tot 1 uur of 3. En toen zat het weer een beetje mee. Ja, als een kat in het nauw zit, dan maakt hij rare sprongen, heeft vader Kats ooit bezongen. Toen hebben ze wat ijsschollen genomen en zijn met behulp daarvan naar de overzijde gekomen. De klok wees bij 4 toen we over de schollen liepen te glieren. De mist trok een beetje op en daar zagen we ineens Harderwijkse top. Het Harderwijkse hoogste merk, dat is toch altijd de molen en de kerk. Ze zagen recht vooruit, wat een blijdschap, wat een opluchting. Daar moest land zijn, mensen, Harderwijkers spieringsvissers met een ijsslee. Ja, het verhaal was gauw verteld. En ze herkenden het, want heel het IJsselmeer had ervan gehoord. Ze moesten uitzien naar hen. We waren eindelijk gered. Ik was de koning te rijk. Na zo'n lang gebed. Al liep ik in mijn onderbroek in Harderwijk. Wij gauw naar een hotel. We dachten, daar helpen ze ons wel. Maar er was voor een gewoon mens niets. Het was al meer macht wat de klok sloeg. En die grote vreters hebben zelf nooit genoeg. Gelukkig was er ook een Harderwijkse vissersman. Die zei, komen jullie maar met me mee dan. En we kregen daar een vorstelijk onthaal. Want ze maakten een grote pansnet voor ons allemaal. We hebben toen we aan de wal waren, eerst getracht de ongerustheid thuis te doen bedaren. Per telefoon ging dat snel en heel gewoon. Des avonds konden we bij onze gastheer blijven slapen en dan hoefden we niet de moeite te doen om ergens anders heen te gaan. Er was een auto geregeld de volgende dag. Maar die kwam niet opdagen.
Hendrik, broer Klaas en nog een opvarende besloten lopend via de dijk te gaan. Rusten bij iedere boer en wat eten, maar bij iedere boerderij lukte dat niet. Die hadden niks met ze op. En bij de sluis van Nijkerk kregen ze van een visventer een fiets te leen. Ze fietsten over de dijk en ze stapten de bebouwde kom van Spakenburg binnen. Later is er nog een vrachtwagen naar Harderwijk gegaan om de rest op te halen. Jullie zullen ook wel allemaal even stil willen staan hoe het aan de wal allemaal is gegaan. In het eerst waren ze natuurlijk nergens op bedacht en sliepen lekker die nacht. Met de zaterdagmorgen, toen wij steeds niet thuis kwamen, stegen de zorgen. Des zondags was er niets meer van de botters te zien. Toen zei men al, ze zitten onder het ijs misschien. Smaandags ging men op volle toeren om een reddingsactie te voeren. Een sleepboot werd gevonden en weer dacht men aan schepen die in de gronden en modder bleven steken, terwijl de opvarenden waren bezweken. Toen tenslotte niets meer kon baten, begon men over een stuk of 20 sleden en ijsboten te praten. Men wilde een ploeg groot genoeg. Gelukkig kwam nog net op tijd het bericht van onze komst in Harderwijk aan. Op vrijdag 26 januari, des avonds om 11 uur, waren we met z'n allen weer veilig bij moeder binnengevallen. Moeder zei toen dat jullie hier weer om de tafel zijn geschaard. Dat heb je te danken aan je oude grootvader. Die is het waard. Want die heeft dag en nacht God aangelopen om de redding voor jullie allen, waar jullie allemaal op hoopten. En zo kwam er een einde aan de tocht. En die, dat mag je wel weten, wij nooit meer van ons leven zullen vergeten. De BU-4 lag aangemeerd in de Schokkerhaven. Maar dat mist men toen nog niet. Pas een paar weken later is men op zoek gegaan en bij toeval kwamen ze in de Schokkerhaven terecht. En ze zagen nog een botter die binnenkwam varen. En die kwam wel heel bekend voor, de BU-4. Snel was het raadsel opgelost. Op de BU-4 zaten 4 urkes. Nou, het verhaal was natuurlijk vlug verteld. En bij een bakje surrogaatkoffie werden er snel zaken gedaan. Voor 1000 gulden kwam de BU-4 weer bij zijn rechtmatige eigenaar terecht.